We hebben hier gelukkig nog een mooi schooltje in ons dorp en de kinderen fietsen daar met plezier naartoe. Maar omdat de weg vrij smal is en vrachtverkeer het onoverzichtelijk maakt voor kinderen, komen er steeds meer onveilige situaties voor. Ja, navigatie is het probleem waardoor het internationaal verkeer de weg, de route zoekt vanaf Rees, zeg maar, dus de snelweg, en dan richting Twente. En de navigatie is alleen te beïnvloeden door een 60 kilometer zone, 60 kilometer gebied. Dat was vorig jaar voorjaar was dat een vrachtwagen die kwam vanaf Varsseveld en die moest naar Verona in Italië. En dan moet je door Zinderen, dat kan haast niet anders.